Bij Mirion Technologies Ole maken en ontwikkelen we detectoren voor de identificatie van ioniserende straling. We werken op twee typen halfgeleiders, germanium voor de detectie van gammastraling en silicium voor geladen deeltjes. Deze detectoren worden wereldwijd gebruikt in kerncentrales, laboratoria en onderzoekscentra. We werken hier met 47 medewerkers en hebben een omzet van 16 miljoen euro. De fabriek in Olen wordt beschouwd als een benchmark voor de hele Mirion-groep. De voorbije jaren werd er fors geïnvesteerd in het machinepark. Daardoor kan het bedrijf de lat steeds hoger leggen. De uitbreiding van de productiegebouwen in 2013 was een heel belangrijke zet naar duurzame groei. En ook de investering in de ion-implanter die de doorlooptijd van de siliciumdetectoren van 8 weken naar 3 weken heeft gebracht, was belangrijk om verder te groeien. In 2016 hebben we opnieuw geïnvesteerd in een draairoom, waardoor we nu ook ultrahoge vacuümassemblages hier in Ole kunnen maken. Elk jaar blijven we investeren om continu de kwaliteit en de efficiëntie te verbeteren. Tussen 2013 en 2018 heeft Mirion Technologies in zijn standaardsegmenten een groei gerealiseerd van 30%, terwijl het aantal voltijdse equivalenten constant is gebleven. Dat kon maar dankzij een innovatieve arbeidsorganisatie. Wij werken hier met een zelfontwikkelde planningstool, waarbij dat we eigenlijk per werkpost de werklasten kunnen bepalen. En aan de hand van deze werklasten hebben we de bottlenecks kunnen bekijken, waarbij dat de medewerkers ook zelf al aangaven om hier en daar wat te verschuiven. Anderzijds hebben we ook een flexiematrix die eigenlijk de taken en de competenties van heel het bedrijf samenvat. En ook met deze tool hebben we kunnen zien waar we de wendbaarheid kunnen verhogen. Al sinds 2007 gelooft dit bedrijf sterk in een open cultuur en ecosystemen. Een uitgebreid netwerk wordt als een versterkend element voor de eigen organisatie gezien. Wij zijn maar een klein team, zeker voor de siliciumdetectoren. En omdat we toch de state of the art van nabij willen volgen en willen implementeren, is het dus nodig dat we expertise van buitenaf gaan aanspreken. We doen dat niet alleen met onze leveranciers en onze klanten, dat zijn wel de belangrijkste, maar we hebben ook een aantal samenwerkingen met de gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstellingen.